Ik doe waarvan ik hou. En voor mij is het gewoon mijn passie en het voelt eigenlijk niet eens aan als werk. Brildrager probeert het beste montuur uit te kiezen welke bij hun gezichtsstructuur past, maar waarbij ook hun karakter goed tot uiting komt. Kuster Optiek heeft hierop ingespeeld door brilmonturen te produceren gemaakt uit diverse Surinaamse houtsoorten. Deze lijn heet Udu Eyewear. Hi, ik ben Ramon Kuster van Kuster Optiek en wij maken hier Udu Eyewear, houten brillen van Surinaams hout. Nou, je haalt dus aan dat je dus houten brillen maakt. Van waar haal je grondstoffen? Kan je even je keten aan ons uitleggen hoe dat werkt? Eigenlijk in het kort, overal heb je houtmarkten. En wat ik zei, Surinaams hout is gewoon goed hout, dus maakt niet uit waar je gaat. Je kan zelfs van een takje kappen en een bril maken, bij wijze van. Maar ik werk met bepaalde mensen die ik al zeker een paar jaren samenwerking heb. En die halen het waarschijnlijk ook van een bepaalde plek. Maar eigenlijk haal ik mijn grondstoffen van any houtzagerij of iemand die hout verkoopt. En dat verwerken wij dan verder. Dus jouw keten eindigt eigenlijk alleen bij het inkopen van het hout? Ja, ja. En wij zoeken eigenlijk naar een goede kwaliteit en bij een bepaalde persoon vind ik de juiste kwaliteit die we vaker gebruiken. Dus ik blijf bij de persoon inkopen, zeg maar. Maar soms, weet je, wijken we uit naar andere plekken, om het zo te zeggen. Omdat je daar misschien een apart houtsoort hebt of het is een nieuwe lading binnen, weet je. Dus zo. Oké, nadat we het hout hebben ingekocht, brengen we naar iemand die het voor ons werkt. Omdat wij dat uitbesteden tegenwoordig. We hebben het zo druk, dus bepaalde dingen besteden we uit. Weet je, en dat is dan de halffabrikaat. Dus de platen, de gefineerde platen die we gebruiken om die plaatjes te maken wat we uitsneden. Dat is het enige wat we af en toe door iemand laten doen. En dan kunnen wij dan het geheel proces starten. Hier is onze workshop van Udu Eyewear. En dan kan ik je laten zien hoe we beginnen. Het begint hier zo bij onze collega Roy op de PC. Sorry. Hij designt het. Sommige mensen kunnen met hun eigen design komen. En dan tekenen we het na in het illustratieprogramma. En dan wordt het dan eigenlijk geëxporteerd naar de CNC-machine. Daarvoor, om dat te kunnen doen, gaan we eerst prepareren. En dat houdt in dat de halffabrikaten, dus de gefineerde platen, op elkaar plakken eerst. Met een soort van pers je hem even goed een paar dagen, dat die dan stabiel is. Zo'n mooie dikke plaat van een centimeter. Mm-hmm. En dan kunnen we zo'n plaat dan overbrengen naar de CNC-machine. Want dan gaat deze design worden uitgesneden met de computerized machine. En als we dan zo een uitgesneden bril krijgen, lijkt het hierop. Okay. En dan gaat er een ander proces aan toe, het schuren. En dan is het dan weer koken van de bril. Want dan gaan we het dan moeten koken. Buigen. Ja, koken. Want hout kan je niet zomaar een beetje buigen, want hij moet de curve van het gezicht een beetje meegaan met de curve van het gezicht. Maar voordat we daar gaan dus, je begint dus eerst met illustreren. Klopt. Van waar komen die ideeën? Kijk, er zijn brillen overal. Je ziet bij anderen, in winkels, zie je bepaalde modellen en dan geeft dat je wel ergens inspiratie. Maar wij proberen toch een beetje extra, een beetje gekker, een beetje modernere designs te maken. Dus je herkent wel bepaalde dingen, maar soms zie je iets van wow, dat is wel echt crazy. Zoals jij op hebt. Zoals wat wij op hebben. Weet je? Maar ja, designs kunnen van de simpelste dingen tot de meest extravagante dingen worden gemaakt. En waarmee is hij nu bezig dan? Een beetje het opschonen van de tekening. Want de computer doet eigenlijk precies na wat je het zegt. En als die lijnen dan een beetje crooked nog zijn door wat voor reden van dan ook, dan gaan we het even nog een beetje opschonen, die tekening. En dan gaan we het dan exporteren naar de CNC-machineprogramma. Oké, dus even kijken naar wat hij dus nu aan het doen is.
Ja, je ziet dan de binnenste lijnen van de binnenste randen. Een beetje, niet helemaal egaal, maar dat wordt wel gecorrigeerd. Yes. Maar dit is vrij vlot en het is eigenlijk al zo ready. Wil je dat zien, hoe dat aan toe gaat? Hoe lang duurt het zo ongeveer voor een concept? Het concept varieert tussen de 5 minuten tot dagen. Soms ben je misschien dagen met iemand, maar het kan ook binnen een mum van tijd. Okay. Ja. Dus van hier gaat hij naar daar. Oké. Okay. Yes, we zetten dan, exporteren de code, zeg maar de G-code, op een USB-stick. En dan brengen we het naar die laptop aan die kant. Nu begint eigenlijk het spannendste gedeelte. Roy heeft net in de preparaatplaat heeft hij dan voorgeboord, zodat we het makkelijker kunnen vastmaken op de plaat waarop het wordt uitgesneden. Okay. Want hij moet stabiel zitten, zodat het niet beweegt, weet je. Anders je wil geen oneffenheden. Dus jullie schroeven hem gewoon vast op een andere plaat? Op een andere plaat voor meer stabiliteit. Dit krijg je eruit. Ik zie. Die vliegen weg bijna. Superlicht. Superlicht. Wow. Nou, thanks Roy. We gaan nu naar het assemblagestation waar we eigenlijk gaan afwerken en dan assembleren uiteraard. En dan is er een brilmontuur tenminste. En dan heb je een brilmontuur, ja. Als er iemand nou naar het programma kijkt en naar je luistert, hoe zou jij een consument overhalen om voor jouw product te kiezen? Wil je uniek zijn? Wil je apart zijn? Koop dan een Oedo-bril bij ons. Het is een conversation starter. Het is gewoon trendy en het is gewoon echt cool. Het is een Surinaams product. Wat wil je nog meer? Het is gewoon getailleerd naar jouw gezicht. En het zit als een oude schoen. Koop bij onze bril, dan ga je zelf weten wat ik bedoel. Zo, dat is een hele vrijpostige vraag, maar het was gewoon een idee die in me opschoot. Ik zat na te denken en dacht van, hoe kan ik meer klanten verwerven? Hoe kan ik meer verkeer in mijn optiek krijgen? En ik ben gewoon op YouTube gegaan en ik ben een video tegengekomen over hoe je houten brillen maakt. Kijk, houten brillen, het is niet iets nieuws, maar wordt al overal gemaakt ter wereld. En ik dacht van, waarom zou ik niet zo eentje kunnen maken? Dus ik ben op YouTube gegaan, ik heb die video gezien. En ik ben eentje gaan maken. Op de hand. En het was eigenlijk een heel oerlelijke bril geworden. Het leek echt op een Flintstone bril. Maar ik heb toch gezondheidsglazen erin geplaatst. Ik droeg hem en de respons was immens. Echt zoveel mensen reageerden. Echt positief en leuk en spontaan. Ik dacht van, ik moet dit verder uitbreiden. Zoetjes aan heb ik machientjes gekocht en een beetje kennis ingewonnen door ook nog naar meer films te kijken. En ja, nu zijn we hier. Wat interesseert je zo aan brillenmonturen? Wat vind je zo interessant? Waarom speciaal brillen? Ja, kijk, mijn passie voor de brillenbusiness eigenlijk begon bij mijn eerste werkgever. Daar is het gewoon eigenlijk begonnen en ik heb nooit naar iets anders gekeken. Zo is het eigenlijk begonnen en ja, ik ken gewoon niks anders. Ja, ja. Oké, wat begon met Oedo?
zaken die het onderschat? Sowieso, wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren om een bril te kunnen maken, dat heb ik onderschat. Er zijn zoveel elementen die eigenlijk een bril vormen. En ja, dat leer je als je een bril maakt, de ervaring. En het komt wel, maar het is niet een eendagsproces. Je moet er echt wel tijd en geduld voor hebben. Ja. Okay. Maar je gaf aan dat die houten brillen dus een nieuw concept zijn. Ja. Wat maakt jouw product dan anders van die buitenlandse brillen? Het gaat om het hout. Het Surinaams hout die we hier hebben. Het is van zo hoge kwaliteit. Het is zo mooi. Het straalt gewoon. Dat is gewoon het verschil. Het zijn vaak genoeg ook dezelfde modellen die je elders kan vinden. Maar als je een bril gemaakt van Surinaams hout ziet, merk je direct het verschil op. Het is uniek. Echt. Wat is het verschil? De structuren in het hout, de kleur van het hout. Stel je voor een purperhaard, een mooie paarse purperhaardbril. Ja, dat is toch te gek voor woorden. Het is zo mooi, het glinstert echt prachtig. En dan heb je ook alle andere houtsoorten, cederhout, slangenhout. Je hebt regenbooghout, awara udu. Zoveel om op te noemen. En dat is het verschil. Niet allemaal, omdat sommige heel moeilijk zijn om mee te werken. Maar uiteraard kan je met alle houtsoorten toch wel een bril maken. Alright, ik heb net een steel afgerond. Terwijl ons afgewerkt montuur aan het koken is, dan heb ik dit gemaakt. En de gekookte bril, of de gekookte montuur, gaan we dan in de maal plaatsen, zodat we hem kunnen buigen. We klemmen hem vast, schroeven hem heel tight, zodat je ziet dat je een soort van curve gaat kunnen krijgen. We zetten hem in onze zelfgemaakte droogbak. En door middel van zonne-energie, dus buiten, gaan we dan zeker 2 weken moeten wachten voordat hij dan echt een vorm krijgt. Soms gebeurt het eerder, want ja, je bent afhankelijk van het weer. Maar zodra hij dan aantoont dat hij is gebogen, halen we hem eruit. En dan gaan we weer verder afwerken en finalizen. En details zetten uiteindelijk. Hoe ziet een dag bij Udo Eiweer eruit? Hoe laat sta je op? Wat doe je zowel? Heb je een sociaal leven? Hey. Gevaarlijk relax. Het is gewoon heel relaxed. We staan gewoon heel vroeg op, zoals altijd. En ik zorg er altijd voor dat ik op tijd ben aan het werk. Zodat we gewoon de dag goed voorbereid zijn op de dag. En ja, ik weet niet of je hebt gemerkt, we zijn heel relaxed hier. We houden niet van jugu jugu. En we zijn heel prestatiegericht. Dus als we zoiets hebben van, hey, vandaag gaan we gewoon 1 bril maken. Dan houden we het gewoon bij 1 bril. Als we 10 brillen willen maken, dan gaan we daarvoor. Maar we gaan nooit druk op onszelf zetten. Want anders gaat de kwaliteit eraan. En dat is voor ons belangrijk, de kwaliteit. Wie is ons? Hoeveel mensen werken bij Udo Eiweer? Ja, 2. 2 hier. Maar hier ook in de optiek hebben we 2 extra medewerkers. Dus een team van 5 tot 6 mensen. Ja, nu zijn we eigenlijk in de einde fase. De logo is al afgewerkt. En dan gaan we nu dat plaatsen. Wat we soms ook tegenwoordig doen, los van gewoon ons handelsmerk inbranden. We maken ook van goud onze logo. En we maken ook gouden accentjes. Dus dat kan er ook allemaal bij komen. Dus los van dat het gewoon wordt gegraveerd door middel van een laser, kunnen we ook gouden accentjes of andere accentjes voor je aanbrengen. En je hebt het over echt goud? Over echt goud. Wat ik hierin heb, in mijn bril, is echt goud in verwerkt. Dus je kan het super pimpen, om het zo uit te drukken. Dus Roy is het nu aan het centreren, de lasermachine. Omdat je niet wil dat het schots en scheef staat, dus we dubbelchecken alles. En dan gaat het proces zo beginnen. Ondernemer? Ondernemer is een zwaar woord, vind ik. Ik noem mezelf geen ondernemer. Ik vind het leuk om iets uit te proberen. En als je geld maakt, nou, des te beter.
Maar ik kan me gewoon niet bij één ding houden. Ik doe verschillende dingen. Ik doe ook aan kunst. Ik doe ook aan bepaalde andere dingetjes. Video's maken, zeg maar, op Instagram. Maar ondernemer vind ik een zwaar woord. Zou ik mezelf niet noemen. Ik hou ervan om gewoon dingetjes uit te proberen. En als het werkt, dan blijf ik het doen. En toevallig werkt brillen maken. Oké. En hoe vind je het leven als opticien? En als optiekhebber en hoeder? Het is het zegen. Het is geweldig. Het is lekker. Kijk, we zijn door de optiek in contact gekomen. Ik vind het gewoon fijn om hier te zijn. Want je bent constant in contact met mensen. En dat voor mij geeft me gewoon voldoening. Ja, ik heb gewoon de middelbare school hier afgerond in Suriname. Ik was eventjes in Nederland om daar te studeren, maar het was niks voor mij. Dus ik heb hier de hogeschool in Holland afgerond. En eigenlijk, mijn eerste baan was bij de grootste optiek van Suriname, weet je. En ik ben altijd gewoon gebleven in dezelfde branche. Ja. Oké. Okay. Heb je offers moeten brengen om dus te doen wat je wilde doen? Ja, ik zie het niet als offers, omdat ik doe waarvan ik hou. En voor mij is het gewoon mijn passie en het voelt eigenlijk niet eens aan als werk. En wat je zou kunnen zeggen als offers, ja, het zijn gewoon challenges die we allemaal kunnen overbruggen. We gaan nu de glazen inslepen. De klant heeft dan inmiddels een oogmeting gedaan. We hebben de glazen dan besteld. Die zijn daar inmiddels aangekomen natuurlijk. We krijgen hem in zo'n vorm. Maar hoe ga je dan dit glas in het montuur plaatsen? En dat ga ik nu laten zien. Kom even kijken. Dit is hem. Dit is een houten bril met gezondheidsglas. Helemaal klaar, afgewerkt, met logo. Done. Van de gekste ideeën komen de grootste successen. Kort maar krachtig. Ik wil ook zeggen, niemand staat op je te wachten. Hou je aan je afspraken en kom altijd op tijd. Dat zorgt voor een half succes. De rest ligt aan jezelf.